Welkom allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé-reading, coaching, begeleiding en reiki-healingen. Maar ook natuurlijk alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readings op een dag. Dus ja, dan ben je helemaal up-to-date. Vandaag de Wisdom of the Oracle en de Light Seers Tarot. Misschien beter deze hier zetten. Deze viel eruit. Time to go. Voor sommigen even een bericht tussendoor, het wordt tijd dat je vertrekt. Uit een bepaalde situatie, uit een bepaalde connectie, kan van alles zijn. Dus even een bericht voor iemand die sowieso aan het kijken is. Ik kreeg door om met de aardetekens te beginnen. Dus ik begin met de steenbok. Wat mogen wij weten voor de steenbok voor deze 6e maart alweer? Voor de steenbok. Observer. Het kan zijn dat jij iemand volgt online. Of dat je een bepaald persoon in de gaten houdt. Of een situatie. Of dat je iets onder de loep houdt om iets te bestuderen of verdieping te krijgen. Wat mogen we weten nog voor de steenbok? Ja, ik heb het gevoel dat met deze toren dat er een connectie is beëindigd of een situatie is beëindigd. Er kan natuurlijk van alles zijn. Er kan de liefde zijn, er kan het werk zijn. Het kan een vriendschap zijn. En jij bent eigenlijk aan het kijken, aan het evalueren van, kan ik dit nog opnieuw openen? Je wil graag een nieuwe cyclus met deze persoon. Je ziet dat deze persoon het goed gaat, dat ze voornamelijk gericht zijn op het werk. Ze zijn erg succesvol, hebben heel veel aanzien en dat is wat met name hun trekt. Jij daarentegen zit in verdriet, pijn, gemis. Daardoor kijk je ook terug van wat had ik anders kunnen doen, hoe kan ik nu het aanpakken om deze connectie nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk als einduitslag de ridder van zwaarden. Een snelle energie. Jij wil eigenlijk zo snel mogelijk richting deze persoon. En kijken of ja, eigenlijk te redden wat er te redden valt. Een snelle energie. Vaak ook rennen als een kip zonder kop, zeg maar. Ik bedoel, je hebt wel over nagedacht en zo, maar toch uiteindelijk door die emoties is daar een hele snelle, abrupte actie. Kan zijn als je die persoon ergens ziet, al is het maar bij de supermarkt, dat je die meteen benadert. Want je wil die kans grijpen die je hebt om een nieuwe cyclus aan te gaan met deze persoon. Je bent op dit moment aan het helen. Dat betekent dat het rad gaat draaien, dat het een en ander gaat veranderen. Deze les heeft jou heel veel kracht gegeven, heel veel inzichten en heel veel voornamelijk inzichten, kracht en de manier zoals jij dingen doet. Vandaar ook met deze schildknaap van munten dat jij in het vervolg anders aan gaat pakken dan voorheen. En je hoopt dat er kan met deze persoon. Kan zijn dat je te maken hebt met een schorpioen of met een leeuw voornamelijk.
Je had niet gedacht dat de liefde zou ontstaan, krijg ik door. Dus lieve steenbok, veel sterkte ermee. We gaan door naar de stier. Wat mogen we weten voor onze lieve stieren op deze 6e maart? Mensen, als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel daarvoor. Wat mogen we weten voor onze lieve stieren? Deze. Voor de stieren heb ik hogere kracht. Kan zijn dat je spiritueel aan het groeien bent, dat je derde oog aan het openen is. En nummer 4, dus dat staat voor balans. Voor meer inzichten, meer vertrouwen in het universum, in het goddelijke. Dus dat kan van alles zijn. We gaan eens even kijken. Wat mogen we weten voor onze lieve stieren? Het kan ook zijn dat je boodschappen doorkrijgt, inzichten van wat je te doen staat qua persoonlijke ontwikkeling, wat voor jou nu het beste is om te doen. Wat mogen wij weten voor onze lieve stieren? Nou, wat ik al zei, je hebt op dit moment krijg je heel veel inzichten door. Heel veel inzichten. Ik heb het gevoel dat jij graag een nieuwe start wil in de liefde. Het kan ook zijn dat dit staat voor dat je een nieuwe start qua zelfliefde, dat je dus voor jezelf kiest. Je krijgt heel veel inzichten daarover via je kruin en via je derde oog. Ik heb het gevoel dat je in het begin aan het struggelen was. Op persoonlijk vlak kan zijn dat je slechte gewoontes had. Eetgewoontes hoor ik voor sommigen te veel drinken of te hard werken. Daardoor ben je zelf een beetje verloren of was je destructief bezig. En die onrusten die hebben jou wakker geschud, dat je meer zelfliefde mag hebben voor je lichaam. Want als je te veel drinkt of te veel rookt of te veel eet, dan heeft dat zijn gevolgen. En je hebt besloten een nieuwe start te maken en jij gooit het roer om. Kaart 19, transformatie en jij wordt gelukkig, vol energie, vol zelfvertrouwen. En deze keer zal het je lukken om deze slechte gewoonte te doorbreken voor altijd. Als het gaat om de liefde. Jij wil graag een nieuwe start in de liefde. Je hebt het gevoel dat je nu vastzit aan een bepaalde situatie. Je krijgt inzichten hoe je daaruit kunt bevrijden. Kan zijn dat je te maken hebt met iemand die altijd maar zijn of haar gelijk wil hebben. Met de vijf van staven kan ook een ander vuurteken zijn, dus een ram, een leeuw of een boogschutter. Maar hier ligt ook een leeuwkaart. Is trouwens de vis en de ram. Je kiest uiteindelijk om de liefde aan jezelf te geven. Dus ik denk dat je gaat kiezen voor je eigen geluk en dat je dus deze persoon achter gaat laten. Dat is wat ik zie. Mensen, als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel daarvoor. We gaan nu naar de maag toe. Wat mogen we weten voor onze lieve maagden? Belangrijke berichten over de maagden. Zo, en dan deze nog. Belangrijkste berichten voor de maagden. Zoals jullie weten, soms komen er verschillende of meerdere verhaallijnen uit, omdat er natuurlijk honderden mensen kijken. Dus kijk even wat jouw verhaal is. Regeneratie. Je zit in een transformatieperiode. Er gaat iets veranderen of je hebt net iets veranderd en je komt daaruit. Wat mogen we weten, Spirits and Guides, voor de maagd over verandering?
Ja. Oké. Je gaat iets transformeren. Het kan goed zijn dat je in een situatie zit, of dat nou op je dat in je werk is, of dat het gaat om een vriendschap, of dat het gaat om de liefde. Je hebt het gevoel dat er geen groei meer in zit. Je bent verveeld. Misschien krijg je wel liefde, maar sla je die af. Je voelt het niet. Dat maakt jouw partner of je werkgever of je vrienden maakt dat onzeker. Zo van, zijn er misschien anderen in het spel? Ik word niet serieus genomen. Dat brengt onzekerheid en verwarring bij die ander of bij de situatie. Jij werkt in tussentijd aan je stabiliteit. En ik heb het gevoel dat dat even jouw prioriteit heeft en niet zozeer je werk of je vriendschappen of je relatie. En uiteindelijk word jij succesvol. Succesvol, vol passie. Dat is ook wel mooi om te zien. Omdat je een bepaalde keuze gaat maken. Een keuze om zelfstandig verder te gaan, om je onafhankelijkheid op te eisen. En dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld kiest voor een andere baan, of je gaat misschien zelfs als zelfstandige werken, dus dat je geen baas boven je hebt meer. Het kan ook zijn op liefdesgebied dat je gewoon voelt van, er is geen liefde meer, ik ben niet meer verliefd, er is geen aantrekkingskracht. En dat je uiteindelijk besluit om alleen verder te gaan. Het kan ook met je werk en je passie te maken hebben. Het werk resoneert niet meer, je hebt geen uitdaging, er zit geen groei meer in. Je wil en door die transformatie ga jij dus zien van, hey, ik kan ook nog een andere kant op. Ik zit hier, maar kan een andere kant op. En je gaat dus die keuze maken. En je kiest voor die kleurige kant. Misschien dat je ook geen toewijding meer hebt op het werk. Dat je werkgever dat merkt. Dat ze denken, ja, wat moeten we nou eigenlijk met hem of haar? En je kiest voor iets waarbij je groei hebt, wat je meer stabiliteit geeft, wat meer matcht met je. En dat gaat jou heel veel succes geven, heel veel blijdschap, heel veel inspiratie. Als ik kijk, dan zie ik voornamelijk de keizerkaart en dat is de stierkaart. Heel veel sterkte ermee, het ziet er goed uit. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het vrij moeilijk is om zo een keuze te kunnen maken. Maar je komt eruit, je wordt begeleid door het goddelijke en door het universum. Dus dat is voor de maagd. Mensen, als het resoneert mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. We gaan door met de vuurtekens. Wat mogen wij weten voor onze lieve rammen? Wat mogen wij weten voor onze lieve rammen voor 6 maart? Voor de ram. Wees meer in het hier en nu. Er staat het een en ander te veranderen in jouw leven. Misschien gaat er een deur open naar een nieuw pad. En daarvoor moet je alert zijn. Daarvoor moet je in het hier en nu zijn. Want anders is dat misschien een gemiste kans. Wat mogen wij weten voor de ram? Als jullie wat horen, het stormt enorm. Ja, wees mee in het hier en nu. Er gaat iets veranderen voor de ram. Er gaat communicatie komen. En je communicatie, dat zou wel eens kunnen zijn met een weegschaal. Het kan zijn dat iemand met een eigen zaak, maar dat hoeft niet. Het kan ook een heel liefdevol, verzorgend iemand zijn. Iemand die goed kan multitasken, goed voor kinderen kan zorgen, verzorgend en lief kan zijn, het huis op orde en tegelijkertijd ook een eigen carrière hebben.
Daar ga je mee communiceren met die weegschaal. Je wil graag met de oordeelkaart een nieuw begin. Jij gaat onthullen dat er diepe gevoelens, emoties zijn en als einduitslag komt daar happy home, happy family met de 10 van munten. Dus je hebt te maken met of een kreeft, een vis of een weegschaal. Mooi. Mensen, als het resoneert, dan graag een like of delen, zodat je andere mensen kunt helpen om inzichten te krijgen. Of abonneren, zodat je niks meer hoeft te missen. Dan krijg je automatisch een berichtje wanneer ik wat geüpload heb. Dus dan kan je meteen de nieuwste readingen zien. En ik maak er meerdere op een dag, ook in het weekend, dus niets meer missen dan. We gaan door voor de leeuw. Wat mogen wij weten voor onze lieve leeuwen voor 6 maart? Een nieuw leven. Wauw, voor de leeuw, een nieuw leven. Mogen wij weten voor de leeuw, een nieuw leven? Je twijfelt enorm. Of jij een nieuw leven tegemoet wil gaan. Het kan zijn dat je een carrière switch of van partner gaat veranderen. Of dat je gaat emigreren. Maar je hebt twijfels om dat nieuwe leven te starten. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een ander vuurteken, lieve leeuw. Dus met een ram, een tweede leeuw of een boogschutter. Je ziet dat die persoon een hele afwachtende houding heeft. Je ziet ook dat die persoon bezig is met of een carrière of anderszins succesvol te zijn. En je hebt misschien het gevoel dat deze persoon, als ze dus dat bereikt hebben wat ze willen, dat ze dan vertrekken. Dus als die golf komt, dat die persoon gaat surfen en dat ze jou achterlaten. Jij voelt meer en meer de drang om een nieuw begin te gaan starten, een nieuw leven zonder deze persoon of zonder dit werk, omdat het werk jou misschien geen voldoening meer geeft. Dus je wacht misschien totdat uiteindelijk jij die brief krijgt of die e-mail of dat telefoontje naar aanleiding van je sollicitatie, dat jij dus op gesprek mag of dat je het geworden bent. Hè. Dat is ook dus wat ik zie om die golf te pakken. En dat je er dan voor gaat. Het heeft te maken met een stuk groei. Je wil verder groeien. Je hebt meer ambitie dan de situatie waar je nu in zit. Maar je bent nog heel erg verward en verdeeld over het feit van of je het wel moet doen, ja of nee. Uiteindelijk kom je er wel, als je hoopvol blijft en als je jezelf gaat helen, dan komt uiteindelijk die 9 van munten op je pad en word je succesvol. Ik heb het gevoel dat je te maken hebt met, ik zie eigenlijk alleen maar een waterman. Kan zijn dat je dat in je zon, maan, Venus of ascendant hebt. Of dat je daarmee te maken hebt als het gaat om een partner of een werksituatie. Kan van alles zijn natuurlijk. Het is een algemene reading. We gaan nu door naar de boogschutters. Wat mogen wij weten voor onze lieve boogschutters voor 6 maart? De boogschutter voor 6 maart. Mensen, als het resoneert, graag liken, delen en abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je niks meer hoeft te missen. Voor de boogschutter bij de boek. Ik heb het gevoel dat je graag verandering wilt. Dat je daarover nadenkt. Maar dat je je beperkt voelt. Omdat als je het ene doet, heeft dat gevolg voor het ander. Dus dat je nog zoekende bent wat voor jou de beste manier is om om uiteindelijk tot jouw besluit te komen.
Ja, je hebt heel veel innerlijk conflict. Je wilt weg uit een situatie, maar je wil het netjes doen. Je kunt niet zomaar weg uit een situatie, want anders had je dat zeker al gedaan. Het moet. Je ziet die olifanten, dat zijn schakels. Ze zitten aan elkaar vast. Je hebt het gevoel dat jij in een situatie vastzit. Met meerdere schakels, dus bijvoorbeeld een gezin met een kind. Of een partner met een huis. Of een partner met gezamenlijke rekeningen, ik noem maar iets. En jij wilt, omdat je voelt dat het niet meer resoneert, misschien heb je ook vaak ruzie of innerlijk conflict, wil je graag de beslissing nemen om hier uit te raken, maar je wil het er netjes doen. Kan zijn dat je te maken hebt met een met een leeuw of met een boogschutter. Jullie hebben beide heling nodig in deze connectie. Jullie zitten beide hierin. De ene heeft heling nodig omdat er bedrog en leugens zijn geweest en dat is nog niet geheeld. De ander heeft kracht nodig, doorzettingsvermogen. En jullie zitten eigenlijk beide in verdriet en mineur, omdat je vastzit aan elkaar en geen uitweg ziet. Dat is wat ik voornamelijk zie in deze reading. Oké. Laat het los, laat die last los, zodat er verandering kan komen voor een nieuwe kans, zodat je je eigen weg kunt gaan en dan komt er vooruitgang in deze situatie. Moet je wel eerst een beslissing nemen. Kan zijn ook dat je dus kreeft in je zon, maan, venus of ascendant hebt of je partner. Oké. Dan gaan we verder naar de luchttekens. Wat mogen wij weten voor 6 maart voor de tweelingen? Wat mogen we weten voor 6 maart voor de tweelingen? Voor de tweelingen. Voor de tweelingen. Mensen, als het resoneert, dan graag een like, delen of abonneren, zodat je niks meer hoeft te missen. Voor de tweelingen. Voor de tweeling, poised. Je voelt je goed, je wil graag een stap in het diepe zetten. En je wordt ook die richting uit begeleid. Een nieuwe richting dus. Je wilt een nieuwe start. Lieve tweeling. Er is ergens een einde aangekomen. Dat voel je ook. Je wilt die last loslaten. En je gaat een nieuwe start maken. Betekent dat je je leven gaat transformeren. Je gaat je focussen op je werk. En dat gaat heel veel groei geven. Als het gaat over de liefde, dan heb je iemand losgelaten. Jij staat nu open voor zelfliefde, maar ook voor andere liefde. Het kan goed zijn dat je een schorpioen achterlaat. Je bent nu meer gefocust op je werk, maar als er liefde komt, is dat ook goed. Een nieuwe start in de liefde komt er laat of vroeg aan. Maar ook heel veel succes op werkgebied. Dus ik zie eigenlijk alleen maar de schorpioen in deze reading. Voor de tweeling. Wat mogen we weten voor de weegschaal? Wat mogen we weten voor de weegschaal? Wat mogen we weten voor de weegschaal? Het kan zijn dat je moet juggelen tussen je gezin en je werk.
En ook nog helen. Dus dat is natuurlijk druk. En we gaan kijken of je dat allemaal wel kan managen. Of dat er nog iets op je pad komt. Wat mogen we weten voor de weegschaal voor deze 6e maart, Spirits and Guides? Je legt het bij met iemand of binnenkort wil iemand het met jou bijleggen. Dit wordt goddelijk begeleid, dus je krijgt nog een kans, een tweede kans met iemand. Mogen we nog meer weten voor de weegschaal? Ja, je gaat dus een aanbod doen. Klein berichtje van liefde wat jou bereikt. Je hebt vele inzichten gekregen over jezelf en over deze persoon. Je gaat toch besluiten om te verzoenen. Dus je gaat die persoon een bericht sturen. Je hoopt dat daardoor deze connectie verandert. Dat die geheeld kan worden. Kan zijn dat je te maken hebt met een maagd, een vis of een boogschutter. En je gaat inzichten krijgen hoe het zat. Je houdt die persoon nu in de gaten. Je ziet de groei die ze doormaken. Je mist ze sinds het vertrek. Je bent aan het helen. Je bent weer terug in balans. Wow. Kan zijn dat je moeilijk over je gevoelens praat. Je hebt deze persoon met wie je wil verzoenen. Pijn, verdriet gedaan, bedrog. Je hebt niet verteld dat je nog in een relatie zat en je hebt die persoon nodeloos laten wachten. Je moet de kracht hebben en het doorzettingsvermogen om deze oude situatie achter je te laten en om dan met een sneltreinvaart, want je hebt die persoon al lang laten wachten, een sneltreinvaart naar die persoon toe te gaan om het goed te maken en om dan een stap in diepe te zetten, dat je dus richting die persoon gaat. Het kan zijn dat je te maken hebt met een ram. Kan zijn je tweelingziel. Kijken of ik nog... Een leeuw. Kan ook zijn dat je daarmee te maken hebt met een boogschutter, een vis of een maagd. Mensen, als het resoneert mag je liken, delen en je mag je natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel daarvoor. Wij gaan nu door naar de waterman. Zo. Mogen wij weten voor de waterman voor deze 6e maart? Wat mogen wij weten voor de waterman voor deze 6e maart? Honey en melk, dus er komt heel veel voorspoed op je pad, heel veel liefde ook. Kaart 51 maakt 6, 6 is liefde, zelfliefde. Voor de waterman. Ik heb het gevoel dat je iets hebt afgesloten wat jou heel erg dwars zat. En nu ben jij vol liefde begonnen om aan jezelf te werken. Een nieuw begin, een nieuwe start richting stabiliteit. Zelfliefde, groei, balans en harmonie. Dat is wat ik heel sterk voor jullie doorkrijg. Het kan ook zijn dat je heel veel conflicten hebt. Dat je kracht genoeg nodig hebt om je hart te openen, om die te laten spreken, zodat er vooruitgang komt en terug balans komt in een connectie die jij op het oog hebt. Kan zijn dat je te maken hebt met een leeuw.
Je werkt er momenteel aan. Kan ook zijn dat je keihard aan het werk bent om jouw stabiliteit op te bouwen, zodat je iets substantieels kunt aanbieden aan deze persoon. Je weet dat het een soulmate is en je voelt daar heel veel liefde voor. Dus zoals ik al zei, verschillende verhaallijnen. Kijken honderden mensen. Mensen, als het resoneert, mag je liken, delen of je mag natuurlijk altijd abonneren. Ik ga nu naar de watertekens, de schorpioen, de kreeft en de vis. Eerst de schorpioen. Wat mogen wij weten voor onze lieve schorpioenen? Hopelijk positieve berichten voor deze 6e maart. Wat is deze dag energie voor de schorpioen? Deze. Het is tijd om te vertrekken uit een situatie, tijd om een ander pad te kiezen, andere keuzes te maken. En je wil ook die stap zetten, zie ik. Je gaat ervoor. Wauw. En het gaat je ook veel voorspoed brengen. Je zit er wel over te dubben. Je bent bang om iemand pijn te doen of je hebt angst voor verandering. Maar uiteindelijk ga je wel die stap zetten. Omdat je kiest voor zelfliefde, succes, zelfbehoud, groei. En het maakt jou gelukkig. Als het gaat om een liefdesconnectie, kan het goed zijn dat je iemand veel pijn doet of dat je merkt dat het niet meer werkt, dat de ander jou veel pijn doet door koud te reageren, geen aantrekkingskracht, geen liefde. En dat jij meer en meer de drang krijgt om deze situatie achter je te laten. Het kan goed zijn dat je dan juist, als je deze persoon achter je laat, dat er een nieuwe liefde op je pad komt. Die heel succesvol gaat zijn en dat dat jouw ware liefde is. Het kan zijn dat je te maken hebt met een ram, lieve schorpioen. Wat mogen wij weten voor onze lieve kreeften voor deze 6e maart? Wat mogen wij weten voor onze lieve kreeften? Mensen, als het resoneert, mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel daarvoor. Dat mogen wij weten voor onze lieve kreeften. Voor die kreeft, happy, happy. Je bent erg tevreden over het werk. Kan zijn je werk fysiek of werken aan jezelf. Brengt veel geluk, brengt vele inzichten. Zo te zien, je werk, wat je veel geluk brengt. Je doet iets wat je heel veel passie geeft. Je hebt iets achtergelaten wat niet zo lekker liep. Daardoor vele inzichten gekregen. Ben misschien nu wel wat voorzichtiger, wat kouder en afstandelijker. Misschien wat professioneler qua keuzes maken, qua werk. En jouw energie begint weer helemaal te stromen omdat jij je succesvol en weer opnieuw gelukkig voelt. Als het gaat om de liefde, kan het goed zijn dat jij veel aantrekkingskracht voelde voor een boogschutter. Maar die persoon liet maar op zich wachten. Die moest kiezen tussen jou en een ander. Uiteindelijk heb je je losgemaakt uit deze energie. Je hebt gekozen voor jezelf, waardoor je in vibratie verhoogd bent. Die ander krijgt dan karma. Jij bent koud en afstandelijk richting die persoon. Maar uiteindelijk kan het zijn dat er toch nog communicatie komt. Wat mogen wij weten? Oké, niet hier. Wat mogen we weten over die communicatie? Oké. Omdat je dus actief besloten hebt om die boogschutter achter je te laten,
komt er toch weer terug communicatie. Die persoon die mist jou, die wil jou wat aanbieden. Maar ja, is moeilijk, want die persoon zit nog in een andere connectie. Ze bieden jou aan om nu toch een keuze te maken. Ze willen jou niet verliezen. Ze moeten daar wel nog over nadenken. Ze moeten nog acties ondernemen. Ze moeten nog helen. Als ze van die andere partner gaan scheiden of als ze een breuk hebben. Maar ze zijn bereid om de boel voor jou te gaan transformeren en om een nieuwe start met je aan te gaan. Het kan zijn, zoals ik al zei, dat je te maken hebt met een boogschutter of met een schorpioen. Nou, die boogschutter zien we hier nog een keer bevestigend terug. Dus het ziet er goed uit voor jou, kreeft. We gaan door naar de vissen. Dat is alweer de laatste in deze reeks. Mensen, als het resoneert, mag je liken, delen. En je mag natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel daarvoor. Dan hoef je zelf ook niks meer te missen. Dan krijg je vanzelf een berichtje wanneer ik weer iets nieuws post. En dat doe ik vaak, want ik maak 2 keer op een dag een reading. In de ochtend om 9:30 en 's avonds om 7:00. Dat is altijd standaard. Iedere dag, ook in het weekend, maak ik readingen op dezelfde tijdstippen. Wat mogen wij weten voor de vis? De vis, een bericht. Het kan zijn dat je een bericht, een telefoontje gaat krijgen. In de liefde, zelfliefde. Einde, ja. Je hebt dit zelf gemanifesteerd. Misschien wilde jij graag dat die persoon terugkwam in je leven. Misschien wilde je graag wat horen, duidelijkheid. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een waterman, maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat je zelf waterman in je zon, maan, Venus of ascendant hebt. Die persoon die wil graag het bijleggen, die wil de boel helen. Dat geeft verwarring bij jou, want je bent bang dat je een van de vele opties bent. Ze zien jou als soulmate. Jij hebt veel liefde voor die persoon, maar er moet nog heel veel geheeld worden in deze connectie. Komt het uiteindelijk goed? Nee, hoor ik. Juggelen. En je loopt weg. Nou, wat zei ik? Ik vind het altijd zo fijn als mijn kaarten mij bevestigen wat ik hoor. Je merkt, de boel wil je wel een kans geven om te helen, maar je merkt dat je toch nog gejuggeld wordt. Dus dat deze persoon niet serieus is en dan vertrek je. Dus wat ik al zei, ik heb het gevoel dat het niet goed komt. En dat is ook zo jammer genoeg. Want je wil graag dit. En dat zat er helaas niet in. Kan zijn dat die ander voor zijn of haar vaste relatie of huwelijk kiest. Mensen, dankjewel voor het kijken. Als het resoneert, graag liken, delen en abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Namaste.